Hey Mac, allereerst gefeliciteerd met deze overwinning. Je had zelf ook een aardige duit in het zakje. Je had 16 punten in 22 minuten. Hoe voel je daar zelf over? Hoe vond je het gaan? Ja, met eigenlijk het team ging het sowieso heel lekker. Met mij nu ook, maar het maakt me niet zo heel veel uit hoeveel punten ik erin gooi of wat ik doe als ik maar het team help om te winnen. En dat gebeurde vandaag. Nou ja, als dat is door 3 punten raakt schieten of om punten te maken, prima. Als het is om rebounds te pakken, ook goed. Als het is ook goed, als we maar winnen. En dat ging vandaag lekker, dus. Zie je ook zo je rol in het team zo, zeg maar? Maar wat je doet, je bent geen scorer, je bent niet per se een rebounder. Gewoon alles gewoon om het team maar te helpen. Zie je ook je rol zo? Ja, zeker. Ik heb niet echt een rol van je moet 18 punten erin gooien per wedstrijd. Daar hebben we andere jongens voor. Ik doe wat ik moet doen om te winnen. En dat is elke wedstrijd anders. Dus vandaag was dat door te scoren. Andere wedstrijd is dat door het team te leiden of het spel te leiden of assist te geven. Ja, ik doe gewoon altijd mijn best wat ik kan doen om het team te winnen. Dus. Volgende week zaterdag heb je Donar thuis. Weet je nu al wat je dan gaat doen om het team te helpen? Nou ja, weet je, ik bekijk het altijd wedstrijd tot wedstrijd, hoe ik in een wedstrijd zit. Als ik, nu tegen Donar. Ja, tegen Donar, ja, hopelijk zoals vandaag. Dan ik denk dat we dan wel weer een goede kans maken. Maar ja, we maken sowieso kans tegen iedereen. We hebben Donar ook hier al een keer gepakt. En ja, Den Bosch ook. We moeten alleen nog Leiden en Zwolle een keertje pakken. En dan hebben we alle vier gewonnen een keer. En dat was het doel ook. En tegen Donar maken we weer gewoon kans, een reële kans. En met de play-offs naderend, waar denk je dat dit team, ik wil zeggen capable, maar zeg maar in staat toe is? Ik denk dat we in staat zijn om heel ver te komen sowieso. Ik denk dat we, wat ik zeg, van elk team kunnen winnen als we spelen zoals we kunnen spelen. En dat doen we elke dag op training. We trainen heel hard tegen elkaar, we maken elkaar echt af. Er is ook vaak best wel gewoon ruzie op training. Maar dat ging de laatste tijd, brachten we dat niet echt naar de wedstrijden toe. En dat ging nu wel. En donderdag ook alweer tegen Zwolle. En als we dat gewoon doorzetten, dan denk ik dat dan weer een goede weg omhoog is. En dan denk ik dat we hele reële kansen hebben om ver te komen. Nou, dan wens je veel succes en dan nogmaals gefeliciteerd van de overwinning en toch al net 16 punten.